Heer Den Mark en een vechtige zin voor Henk Radstaken. Dat is even zoals het er nu uitziet en dat is onofficieel. Ga je gang, Elbert. Ja, en dat wordt dan, als het dadelijk wel officieel is, ook de volgorde voor de morgen, hè? Ja, dat we in die volgende keer de volgorde weer starten, zodat de spanning flink opgevoerd wordt. Ja, nou, even voor degenen die geen insider zijn, hoe zit zo'n marathon in elkaar? Ze beginnen eerst met een traject te rijden voordat ze hier de hindernissen inkomen. En dat is om de paarden wat op te warmen. Dan gaan ze inderdaad hier aan de 8 hindernissen beginnen. Al die hindernissen die zijn genummerd. Daar zijn poorten in van A tot en met F. En die poorten die moeten in de juiste volgorde gereden worden. En dan ook nog eens een keer met de rode doorgangen aan de rechterhand en de witte doorgangen aan de linkerhand. Een poortje.